Langzaamaan begint de oranjekoorts te stijgen in aanloop naar het WK voetbal in Brazilië. Over ongeveer een maand speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd. Maar waar de spelers dan ver weg zijn, zat vorige week een deel van de ploeg in de bossen bij Hoenderlo. Veel media en fans waren op de aankomst van de spelers afgekomen. Kan je ook zien wie er dan in die auto zit, want ze komen toch wel een beetje snel voorbij rijden, soms een beetje half geblindeerd. Met een beetje kennis kan je ze wel herkennen, ja. Wie heb je al gezien dan tot nu toe? Wijnaldum, Vilena. Ja, en de rest was ik de auto aan het parkeren, dus die heb ik nog niet gezien. En nu sta je in een Liverpool shirt, maar moet je niet eigenlijk in de shirt van het Nederlands elftal staan? Ja, eigenlijk wel, maar die had ik toevallig niet bij me. Dus ja, ik vind het heel spannend om naar Nederlands elftal te kijken. Ik heb ze nog nooit in het echt gezien, dus het is best wel spannend. Ik ben hier op vakantie vlakbij, dus ik zei, laat maar even gaan kijken met die kenders. Die vinden dat misschien wel leuk. Dat is misschien al een trailer kwestie niet anders vandaag pas binnen zou komen. Wat vind je van deze hele dag? Ik bedoel, er zijn heel veel mensen hier. Ja, wel leuk. Ja. Het is ook cool als je straks de spelers ziet komen die te laat is of zo. Ja, dat hoop je, dat iemand te laat komt. Ja. Wat maakt het dan zo leuk aan dat iemand te laat komt? Ik bedoel, je moet toch op tijd komen om succes te halen? Ja, maar het is wel, maar het is voor ons wel leuk als die te laat komen, want dan kan je ook, handtekening vragen en zo. Maar niet alleen het Nederlands voetbalelftal was aanwezig, ook deze dames. Nou, we zijn hier met het elftal van Miss Oranje. We doen mee aan de Missverkiezing. Dat houdt in dat wij zo meteen een titel kunnen winnen, dat we voor Oranje staan. Denk je dat het Nederlands elftal, als ze Miss Oranje het zien staan, of het Miss Elftal, dat ze daardoor ook beter gaan spelen? Tuurlijk, dat hopen we wel. Ja, zeker. We staan achter ze, dus we hopen dat ze het hebben gezien. De komende weken zal er hard getraind worden om een zo groot mogelijk succes te behalen. Dat is de droom van iedere speler. Denken de fans in Hoenderlo ook dat we kans maken op succes in Brazilië? Daar twijfel ik heel erg over. Waarom? Ja, omdat we toch best wel in een sterke pool zitten. Dus moet het nog maar zien of we verder komen. Ik hoop het wel natuurlijk, maar ik twijfel. Geen idee. Ja, ik kijk niet vaak voetbal, maar ik vind het wel gewoon leuk om hier te staan. Hey, denk je dat we straks kampioen worden in Brazilië? Ja, ik denk het wel. Nou, ik weet het niet. Het is afwachten. Maar waar hangt het vanaf? Van de vorm, denk ik. Of het goed in elkaar steekt. Denk ik, ja. Als het goed loopt, dan loopt het goed. En misschien kan die rustige, bosrijke omgeving van Hoenderlo ook een beetje helpen bij het winnen van de beker. Ja, weet ik niet. Maakt niet uit. Denk ik. Waar ze trainen. Kan hier zijn, kan een Zeist zijn, kan van de Noordwijk zijn. Maakt niet uit voor me. Het is in ieder geval een rustige voorbereiding, ja. Ze kunnen hier volkomen ontspannen. Dus ik vind hier op zich mooi, dus het geeft al rust voor de spelers. Ja, ik denk dat het wel zou helpen, ja. Met dank aan Hoenderlo worden we kampioen. Ja, ik hoop het wel.